welkom bij deze nieuwe video. Voor het geval je mijn vorige video hebt gemist, ik zal even snel vertellen wat er aan de hand is met mijn hand. Want je gaat het sowieso zien in de video. Ik heb dit weekend mijn hand echt ernstig verbrand. En zoals je kunt zien heb ik hier nou helemaal echt van die mega grote blaren. Hier is het helemaal rood. Dus ik kan mijn linkerhand niet zo heel goed gebruiken. Dus als je iets raars ziet op deze hand, dan weet je dus wat het is. Het zijn gewoon blaren, omdat ik dus mijn hand echt heel heftig heb verbrand. Super, super irritant. Maar goed, I'm just gonna deal with it. In ieder geval, vandaag gaat de video over nieuwjaar, over oud en nieuw. Dat is al bijna over een week. Als deze video online komt, is het volgens mij al over een week. En ik dacht, ik maak weer een leuke nieuwjaarslook, zoals ik volgens mij elk jaar wel heb gedaan. Dit jaar alleen is het een beetje anders. Normaal met oud en nieuw pakt iedereen uit. Feestjes, uitgaan, familie, thuis, gezellig. Heel veel mensen, heel veel dingen. Iedereen pakt ook uit qua kleding en make-up. Dit jaar zal dat ongetwijfeld een beetje anders zijn door de pandemie, want we kunnen niks doen en we kunnen niet echt uitbundig doen en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik maak alsnog een oud en nieuw look, maar ik maak hem iets minder uitbundig dan hoe ik het normaal zou doen, omdat het nou gewoon allemaal eenmaal niet meer zo uitbundig wordt gevierd dit jaar. Dus het wordt nog wel een hele mooie glam look, maar toch wel draagbaar. Dus het wordt wel gewoon een mooie draagbare glam look, dus dat vond ik wel leuk voor dit jaar. Ik maak dus de look vandaag voor oud en nieuw, voor nieuwjaar, maar ja, je kunt de look dragen wanneer je wilt. Het is gewoon een leuke glam look. Je kunt hem ook dragen naar een feestje of gewoon naar de supermarkt, als je dat wil doen. Maar goed, dat is dus wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag eerst beginnen met de ooglook en dan pas mijn gezichtsmake-up. Het paletje die ik ga gebruiken is het Morphe paletje in samenwerking met James Charles. Dit is echt volgens mij mijn meest gebruikte paletje, omdat hij gewoon echt elke kleur ever heeft. Dus welke look ik ook wil maken, ik weet gewoon dat dit paletje de geschikte kleuren heeft. Ik probeer deze linkerhand zoveel mogelijk uit beeld te houden, want het is niet echt smakelijk om heel de tijd zo hiernaar te moeten kijken. Maar goed, dit is dus het paletje die ik ga gebruiken. Ik ga een beetje voor een bruine smoky cut crease look met een beetje pops van blauw, zoals je ook helemaal kunt zien aan mijn achtergrond en mijn kleding. Dus ja, laten we snel gaan inzoomen op mijn ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden. Daarvoor gebruik ik deze Revolution Ultimate Eye Base. Ik heb hem in de kleur Light. Dan pak ik een stukje plakband om hier aan te brengen, want ik wil zo'n hele strakke lijn creëren. En als je dan plakband gebruikt, gaat dat een stuk makkelijker. Dus die breng ik gewoon zo hier aan. Als je dit doet, begin wel eerst met je ogen, want anders ga je hier helemaal je gezichtsmake-up afhalen. Ik ga beginnen met deze zwarte matte kleur. En die kleur ga ik zo hier indrukken in de hoek. Ik gebruik mijn Zoeva 231 kwast. Dan druk ik het gewoon zo een beetje in. Niet te veel, want deze zwarte kleur hoeft maar een beetje om het gewoon een beetje donker te maken. Dan ga ik het uitblenden met deze donkerblauwe matte kleur. Nou gebruik ik een iets kleinere kwast van A Boozy Shop. Dit is de UP27 kwast. Deze is ook zo rond, alleen ietsje kleiner. En dan ga ik met die blauwe kleur zo een beetje langs de randen om het een beetje uit te blenden. En dan trek ik die blauwe kleur ook een beetje zo in de arcadeboog. Dan pak ik deze lichtere blauwe kleur. En met die kleur ga ik de randen echt goed uitblenden. En dan pak ik weer die iets grotere fluffy kwast die ik in het begin had gebruikt. En dan ga ik even goed de randen een beetje blenden. Dan ga ik nu in met deze donkere bruine matte kleur. En die breng ik aan in mijn arcadeboog vanuit de binnenste hoek en dan tot aan de blauwe kleur. En die bruine kleur blend ik dan uit met deze lichtbruine matte kleur. Dan ga ik een halve cut crease maken. Daarvoor gebruik ik deze concealer van Catrice en deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14. Nu pak ik deze hele lichte matte nude kleur. En die kleur ga ik zo indrukken over de hele cut crease, want ik hou de cut crease gewoon nude en mat. Ik ben een heel klein beetje van die donkere matte blauwe kleur om die weer een heel klein beetje hier terug te brengen. Want hij was een beetje vervaagd door de cut crease. Dan is het tijd voor eyeliner. Daarvoor gebruik ik deze Chic Glam eyeliner. Ik ga niet een normale eyeliner maken. Ik maak sowieso geen wing. Ik trek het gewoon door ongeveer hier tot aan die zwarte kleur. En ik vul de eyeliner ook niet in. Ik maak alleen maar zo één lijntje als een soort van kader. En dan ga ik het inkleuren met de blauwe oogschaduw. Dan pak ik deze lichtblauwe glanzende kleur. En met die kleur ga ik de eyeliner inkleuren.
Nou, lekker draagbaar dit. Ik weet niet of dit heel draagbaar is. Ja, ik vind het gewoon draagbaar hoor. Oké, dit is het dan. Maar ik wil de eyeliner lijn nog iets heftiger maken. Dus ik ga hier ook een beetje blauwe glitters aanbrengen. Ik heb hier deze blauwe glitters. Dit zijn de Glitters Blue Ocean van aimsparkle.nl. Dus deze ga ik ook nog aanbrengen over die winged eyeliner. Dan pak ik nog een heel klein beetje van de zwarte oogschaduw. En dan druk ik die nog een heel klein beetje hier extra in. Om het toch nog een beetje weer wat donkerder te maken. En dan is de ooglook in principe gewoon klaar. Mensen, I love it. Het is niet echt de makkelijkste ooglook. Dat geef ik wel toe. But I love it. Zo, en dan kan de plakband eraf. Satisfying. Woo! Kijk hoe strak die lijn is dan. I love it. Als mascara gebruik ik maar NYX Cosmetics On The Rise mascara. Als nep wimpers breng ik Tati lashes aan, TL4 Faux Mink lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, we gaan beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. Ik ga mijn gezicht primen met de SOS primer van Clarins. Dit moet ik nou ook weer doen met één hand. Dit is allemaal zo raar als je maar één hand kunt gebruiken. Ik vind die pop van glitter zo hier echt super mooi. Het is zo niet too much, maar je ziet zo af en toe zo'n pop van glitter er doorheen sprankelen. En dat vind ik echt super mooi. I like it. Als foundation gebruik ik de Be Creative Wonder Wear Foundation. Deze gebruik ik in de kleur 4W. Als cream contour gebruik ik deze Max & More Cream Contour Stick. Dit is in de kleur Dark. Super goedkope contour stick en ik vind hem echt super fijn. De kleur is perfect, hij blendt gewoon helemaal goed in. I love it. Deze kleur is zo mooi. Het is zo mooi bronzy. Mijn neus ziet er nou even niet uit, maar dat wordt zo meteen gefixt. I love it. Ik vind het echt de perfecte bronzy kleur voor mijn huidskleur. Nou, gaan we alles een beetje verlichten. Want mijn gezicht is nou echt veel te donker, dus we gaan het verlichten met concealer. Als concealer gebruik ik mijn Tarte Shape Tape Concealer in de kleur Light Medium Scent. Deze concealer is echt amazing. Kijk hoe mooi smooth het is. Helaas is hij hier niet te koop. Dat is zo annoying. Ik heb hem gekocht in Sephora in Spanje. Mocht je ooit in een Sephora belanden, deze concealer is echt de hype waard. Hij is echt gewoon heel erg goed. Als poeder gebruik ik mijn Make-up Studio Poeder. Ik heb een kortingscode voor op hun hele website. Staat beneden in de beschrijving. Deze poeder is echt amazing, by the way. Ik gebruik die echt zo vaak. Ik haal de poeder er altijd gelijk vanaf, omdat ik een normale te droge huid heb. Maar als je een vettige huid hebt, laat de poeder dan even een paar minuten zitten. Want dan absorbeert dat alle oliën en dan blijft je gezicht langer mat. De poeder die ik nou heb gebruikt is echt geschikt voor elke huidstype. Heb je een droge huid, vettige huid, normale huid, gecombineerde huid. Het maakt allemaal niet uit. Deze poeder is echt voor iedereen gewoon geschikt. Hij is niet te mat, niet te glanzend, gewoon ideaal. Dan ga ik nog even mijn neus contouren met dit kapotte Revolution paletje. Ik gebruik deze kleur. Ik weet niet wanneer ik ben begonnen met neuscontour. Echt al wel een aantal jaar geleden. Maar sinds ik ermee ben begonnen, kan ik er gewoon niet mee ophouden. Ik kan het gewoon niet aanzien als mijn neus niet is gecontourd. Ik ben het dus wel eens vergeten. En dan zag ik mezelf in de spiegel en dan klopte er gewoon iets niet of zo. En dan kwam ik er gewoon echt achter, oké, ik ben mijn neuscontour vergeten. Het maakt echt zoveel verschil voor mij. Het is een beetje alsof als je begint met nepwimpers. Als je eenmaal bent gewend aan nepwimpers zoals ik ook ben, dan wil je gewoon elke dag nepwimpers opdoen. Dan kun je geen ooglook meer maken zonder nepwimpers. Dat heb ik nou ook echt. En dan pak ik ook een beetje van deze gele banana kleur. En dan breng ik die nog hier een beetje extra aan om het te verlichten. En dan om alle make-up mooi in elkaar te laten smelten, spreek ik ook nog eventjes mijn Maximal Fixing Spray. Dit gaat ervoor zorgen dat alles mooi in elkaar blendt en dat je gezicht er minder cakey uitziet, zeg maar. Ik ga nu even mijn oog afmaken. Ik doe een nude oogpot een loodje in mijn onderste waterlijn. Deze is echt al bijna op, oh my god. En dan ga ik beide blauwe kleuren, dus die donkere blauwe kleur en die iets lichtere blauwe kleur, aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik nog deze glanzende kleur hier. En die kleur ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoek. En dan weer maar NYX mascara voor de onderste wimpers. Oké, ik ga verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze e.l.f. bronzer. De bronzerkwast die ik gebruik is van Bougie Shop UP02. Als blush gebruik ik deze Peach Blush van L'Oreal. Een oldie but a goodie.
Als highlighter gebruik ik deze van Messauda. Dit is echt een hele mooie highlighter van hun kerstcollectie. I love it. Ik heb de kleur 102. Oké, jongens, wat gaan we doen met de lippen? Ik ga denk ik sowieso wel gewoon voor een nude lip. Maar welke nude? Ik ga deze lipcombo gebruiken. Een lippot loodje van Nabla. Dat is echt een van mijn fave lippot loodjes in de kleur nude nummer 3. En deze soft matte lip cream van NYX Cosmetics in de kleur Abu Dhabi. En dan als laatste gebruik ik deze Wayzaver Ready Set Glow Setting Spray in de kleur gold. Een hele mooie glowy setting spray. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn nieuwjaar 2020 make-up look. Ik hoop dat jullie de look mooi vinden. Is dit een draagbare look? Ja, dat hangt af van jou. Dat verschilt per persoon. Sommige mensen zullen nou echt iets hebben van Sarah. Nee, absoluut niet. En andere mensen hebben iets van ja, I love it. Dit zou ik zeker dragen. Ik persoonlijk zou dit zeker dragen. Als je het te heftig vindt, haal dan gewoon een beetje inspiratie uit. En creëer gewoon iets wat jij... waar jij je gewoon goed bij voelt. Maar I love it. Ik vind het echt, echt een hele leuke look. En echt totaal anders dan de normale oud en nieuw looks die ik normaal zou maken. Met goud en glitter en dat soort dingen. Dit is echt totaal iets anders. En dat heb ik echt expres gedaan. Omdat we ook gewoon in een totaal andere tijd zitten. Dus dat leek me wel geschikt. Deze lip combo is ook echt amazing. Dit is echt een van mijn fave nude lip combo's. Alle producten die ik vandaag heb gebruikt sta ik totaal achter. Het zijn allemaal fijne producten. Beneden in de beschrijving zet ik ook een lijst met alles wat ik heb gebruikt. Zodat het gewoon makkelijk kunt terugvinden. Let me know beneden in de reacties wat je vindt van de look. Wat vind je ook van mijn haar? Ook weer lekker iets apart. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de look vinden, van de video vonden. Heb jij nog een leuk video idee? Laat het me dan ook zeker weten beneden in de reacties. En dan ga ik die video misschien ook wel maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!